En dat sommige stammen en dorpen nog geen onderlinge grenzen hebben getrokken, is geen belemmering voor de afronding van de conceptwet die door het managementteam Grondrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname is voorbereid. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling zegt in een persbericht dat het proces om te komen tot wettelijke erkenning van de grondrechten de groepen niet dwingt tot het bepalen van grenzen. In de conceptwet is er rekening mee gehouden dat niet alle stammen of dorpen zo ver zijn om de grenzen van hun woon- en leefgebied vast te stellen. Dit proces kan ook nog plaatsvinden nadat de wet is aangenomen door de Nationale Assemblée. Dat zei de voorzitter van het managementteam, Wensley Misijan, bij de opening van een driedaagse meeting met het traditioneel gezag van de inheemse en tribale volken. Deze vergadering vond plaats te Marshall Kleek, Brokopondo. In de afgelopen periode hebben de groepen besprekingen gevoerd om overeenstemming te bereiken over hun grenzen. Enkele van deze groepen hebben op basis daarvan gezamenlijke verklaringen ondertekend. Hierin hebben ze opgenomen geen afstand te doen van de vreedzame manier waarop ze de afgelopen eeuwen met elkaar hebben samengeleefd. Het gebruik van elkanders stamgebieden kan op dezelfde manier plaatsvinden, zoals dat tot nu toe is gebeurd.